underneath me. Gotta put them underneath me. Put them where? I gotta put them 6 feet deep. Zoals je kunt zien, hier een highlight van Walid Hamid. Hij is aanstaande zaterdag vechtig tegen hem. En ik kom hem oorlog te voeren. Ik ben bereid om 3 rondes vuurwerk te leveren. En ik heb een goede gameplan. En daar zal hij tegenop lopen. Ja. Hij noemt mij, zoals hij al gezegd heeft, een beperkte vechter. Ik vind hem zelf een beperkte vechter. Ik kan alleen met zijn benen overweg en verder kan hij niks. Dus kom ik met een paar sterke boxcombinaties en dan gaan we zien wie er beperkt de ring uitkomt. Ik heb totaal geen spanning voor deze partij. Nog niet. Misschien die dag een beetje gezonde spanning, maar daar word je alleen maar goed scherp van. Ik weet wat ik allemaal heb gedaan voor deze partij. Dus ik weet wat ik jullie ga leveren. Wat ik de fans ga leveren, een toppartij. Bij mijn voeding heeft Akin Duran een hele grote rol gespeeld. Zoals je kan zien daarboven. Hij heeft mij maandenlang, 3,5 maanden om precies te zijn, heeft hij mij geholpen met een voedingsschema, zodat ik geen kracht verlies, geen spier verlies. Dus hij heeft een topschema's klaargezet voor mij. En ja, ik hoef nu nog maar misschien 2 kilo, 1,5 kilo, 2 kilo, voor aanstaande vrijdag bij de weging. Dus ik ben zowel mentaal als fysiek klaar. En ja. Aanstaande zaterdag mag het gaan gebeuren. Ik heb deze voorbereiding veel met Mickey Bennezoos voorbereid. Mickey Bennezoos is onze hoofdtrainer. En ja, Walid hoeft niet bang voor mij te zijn. Hij moet bang voor Mickey zijn, want hij heeft een boost gekregen en dan gaat hij ze krijgen aanstaande zaterdag. Yes, ik wil heel Venlo bedanken. Ik krijg support van overal, maar met name van Venlo. Ze komen in hele grote groepen, komen 200-300 man alleen al via mij. Dus die mensen wil ik alvast allemaal bedanken die bij mij een kaartje of een VIP-stoel hebben gekocht. Ik zal jullie niet teleurstellen, want de winst komt 100% mee terug naar Venlo. Ik ben Wopke, ik ben de maat van Galit, Galit Amoukadam. En het is bijna zover, we gaan knallen. En ik doe zelf ook kickboksen. Je kan me vinden op Instagram, de kleinste baas. En we supporten Galit, hè. Wat ik mee wil geven aan Galit, hij weet eigenlijk al wat ik mee wil geven. Dat hij zijn best moet doen, maar dat doet hij eigenlijk al. En gewoon vlammen, zijn ding doen, dan komt alles goed, weet je. Hij gaat sowieso ook vlammen, echt, 100%. I gotta put them 6 feet deep, yeah. Come on, put them underneath. Gotta put them 6 feet deep, yeah. Put them underneath me. Gotta put them 6 feet deep, yeah. One more time, put them underneath. Gotta put them 6 feet deep. Put them underneath me. Gotta put them 6 feet deep, yeah. Young villain gon' put them underneath. Chief Fat gon' put them underneath. Ik ben Walid Hamid, ik kom uit Amsterdam. Ik kom uit voor sportschool Team TRT. 23 februari vecht ik op Ring Fight Promotions Presents Fusion. Daarbij komt kijken dat ik heel hard aan het trainen ben, op mijn voeding aan het letten ben en gewicht aan het maken ben. Voor de dag voor de wedstrijd, want dan vindt de weging plaats. En dan moet ik zorgen dat ik op het afgesproken gewicht ben. Ik ga me klaarmaken voor mijn training. Ik ga mijn sporttas pakken en mijn voeding. Mijn voeding is een lichte maaltijd die ik neem na het trainen om zo snel mogelijk te herstellen. En die ga ik een klein beetje klaarmaken. Underneath me. Gotta put them underneath me. Put them where? I gotta put them 6 feet deep. Dat is wel genoeg. Banaan zit een van de meeste calorieën in. En meeste vetten en koolhydraten. Dus ik laat het kwartje over. Yes, die is klaar. Straks gaan we deze vloeibare kever erin schenken. En dan heb ik een welverdiend ontbijt voor na de training.
underneath me. Gotta put them underneath me. Put them where? I gotta put them 6 feet deep, blah. Yeah, put them underneath. Gotta put them 6 feet deep. Yeah, put them underneath me. Gotta put them 6 feet deep, blah. One more time, put them underneath. Gotta put them 6 feet deep. Put them underneath me. Gotta put them 6 feet deep, blah. Yo, now I gotta put them underneath me. Talking that trash, get them underground deeply. This for anybody, any nigga tryna creep me. You got a problem, tell your boss come and see me. See, I like popping off when that shit crowded. I'm letting everybody know that I'm bout it Hill is with the flow, now tell that boy over there come here if he wanna see a semi blow. See, west coast to coast, where I put it down. Oh, they say what goes around comes around. Well, I met my enemy in 96. Shit, I ain't never seen karma since. I told them when I see him in the streets, I'ma have him like... We zijn in Amsterdam. We trainen vandaag in Amsterdam, omdat ik vanavond weg ga. Ja, zijn voorbereiding is heel goed. Hij is fit, hij heeft meer vertrouwen nu. En echt volwassen ook in alles wat hij doet. Hij is ook meer gefocust, ik hoef niet meer te veel te zeggen tegen hem. Dus ik denk dat hij een grote verrassing gaat zorgen op deze partij. Want hij wordt altijd, laten we zeggen, onderschat. Maar hij is in mijn ogen de beste 67 kilo in Nederland. Rechts. En trap. En trap. Rechts linkerhoek. Ja, simpel nog een keer. Hoek, hoek, loke. Niks zegt. Niks zegt niks. Hup. Hup. Even rust. Na training is het gewoon goed heel belangrijk om goed bij te tanken. Zodat je gewoon optimaal herstelt. En ik heb een voedingscoach. Mauricio Jansen. Van Foodie Straighter en AA Nutrition. Hij verzorgt, hoe dichter ik op mijn wedstrijd kom, hij verzorgt hij mijn maaltijden. Met perfect getelde calorieën, zodat ik ook gewoon gewicht verlies. Maar ook gewoon de juiste voedingsstoffen binnenkrijg, zodat mijn lichaam optimaal presteert. En dat is gewoon heel belangrijk als jij aan de top wil gaan presteren. En voor mij is het gewoon echt een, in het Engels gezegd, een major key. Een grote sleutel tot succes. We zijn gewoon een team en samen... proberen wij mij naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen. Yo, hoe is het, man? Goed. Hoe is het? Gaat het stellen. Hoe is het met jou? Spannend? Hoe ga je trainingen? Ja, gaat lekker, man. Gaat de goede kant op. De laatste week nog even afbouwen. Ja. Kwestie van misschien 2 kilo. Oké, mooi. Je bent er bijna. Ja, we zijn er bijna. Ik sta te popelen, man. Ja, man. Ja, goed, man. Ik kom hier met een t-shirt. Ik wil graag wat laten drukken. Ja, is goed. En als het kan, mijn booster handschoenen wisselen voor een grotere maat. Ja, tuurlijk. Dat is allemaal mogelijk bij jou, toch? Tuurlijk. Ja. Alles mogelijk hier. Mooi. En ik heb zeg maar die logo. En zal ik gewoon uitschrijven een paar sponsors van mij? Ja, is goed. Dan zetten we ze gewoon op beide t-shirts. En dan... Zullen we dat boven op kantoor doen? Ja, 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 lopen naar boven. Ja. Let's go. Dit is eigenlijk nog best wel een actieve dag voor mij geweest. Mijn dagen zijn heel kort. De tijd vliegt langs me. Ik heb niet eens door hoe snel de tijd gaat, omdat ik echt gewoon naar dit punt aan het leven ben. En je bent je niet echt bewust van hoe snel de tijd gaat. Ik doe eigenlijk hetzelfde. Mijn patroon op de, mijn routine op de dag is gewoon heel hetzelfde. Ik word wakker, ik ga trainen, ik eet. En dat herhaal ik, want dan ga ik slapen in de middag, sta ik op, ga ik eten, ga ik weer trainen. En dat blijf ik gewoon continu
in die cirkel blijf ik continu dwalen. Totdat je op een gegeven moment bij die dag bent. Ik heb een bericht naar mijn fans en ook naar de organisatie. Ik bedank ze voor deze kans en voor al mijn fans. Zorg dat je er gewoon de 23e bij bent en support me. Want ik ga gewoon echt voor vuurwerk zorgen. En het is de bedoeling om jullie gewoon een hele mooie show te laten zien. En jullie willen een spektakel en het is mijn taak om dat aan jullie te bezorgen. Put them 6 feet.